Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke welkom allemaal. Ja, de voorzitter zou ik zeggen. Ik wil even een beetje uitleggen wie wij zijn. Wij doen niet alleen over LED, wij zijn veel breder. Wij hebben duurzame energie als missie. En waarom? En dit is een plaatje dat zegt, eigenlijk spreekt boekdelen. En heel veel mensen zijn daar niet van bewust. Toen wij hier achter kwamen, dacht ik van, is het toch waanzin dat wij nog één druppel fossiele brandstof of olie of gas of uranium überhaupt gebruiken. Als je dit plaatje ziet, ik zal proberen een beetje uit te leggen hoe het in elkaar zit. Dit is de totale hoeveelheid zonne-energie die we elk jaar op aarde krijgen. Totaal. Met onze huidige technologie, hoef je niks bij te verzinnen, want onze huidige technologie kunnen we dit aan energie eruit halen. Dit is met windenergie en dit is fotosynthese, dus zeg maar PV-panelen. En dit stukje, het kleine blokje, is met waterkracht. Hè. Het principe is alles gerelateerd aan de zon. Hè. De zon warmt de aarde op, daardoor gaat ook minder waaien. Dus uiteindelijk, alle energie komt in principe van de zon af. En zo zit het dus met het duurzaam aspect. En dan denk je van, ja, maar hoeveel hebben we eigenlijk nodig? Hè? Nou, wat we jaarlijks nodig hebben, is dit minuscule kleine blokje daar. Dat hebben we jaarlijks nodig. Waarom zijn we dan in godsnaam bezig om die hoogst vervuilende steenkolen, uranium, dus al uranium die we nog hebben, hè? Dus alle steenkolen op aarde die we überhaupt nog hebben, uranium, petroleum, dus olie, gas, te gebruiken. Nou, toen ik dit plaatje zag, denk ik van, waanzin. En daar willen wij mensen over informeren. En toen zijn we begonnen met de website, en dat is de volgende pagina. En daar staat ontzettend veel informatie op dit vlak. Dus op windenergie, zonne-energie, op alle vlakken. En we willen mensen gewoon transparant informeren. En niet op basis van een mening van, ik vind een windmolen mooi of vind hem lelijk. Hè? Iedereen heeft een persoonlijke mening. Gewoon keiharde getallen. Wat produceren die dingen aan wind? Hoeveel levert het echt op? Hoeveel kost het? Gewoon allemaal harde getallen. Wij zijn wetenschappers van oorsprong. TU elektrotechniek, we houden van getallen. Getallen kan je bewijzen, getallen kan je berekenen. En met bronvermeldingen kan je verwijzen waar het vandaan komt. En zo hebben wij de website opgezet. En we willen mensen informeren. Dus echt een missie, dat is een passie, zult wel zien bij ons beiden. En zo zijn we begonnen. De volgende pagina. Nou, toen dachten we op het begin van, letten. Oh, geweldig, duurzaam, daar willen we ook iets mee gaan doen. Lampje aangeschaft. En inderdaad, wat uw vrouw straks noemde, een mooi, prachtig, knalblauw licht. Super ongezellig. En dit is in de keuken bij Marcel. Nou, en ja, dat is echt, dat ziet er niet uit. Dus Angel zei, eruit met die rommel, want... Die staat hier, Angels. Dus nee, dat is helemaal niks. En, maar ja, dan werd dat wel verkocht als een halogeen vervanger. Dan denk ik, ja, dat is toch wel niet zo geweldig. Nou, toen zijn we op het begin van, ja, maar volgens mij komt er ook niet zoveel licht uit. Toen zijn we gaan meten. En dit specifieke ledlampje kwam 3 keer minder licht uit dan op de verpakking stond. Dus we voelden ons gewoon bedrogen. Ik denk, ja, ten eerste is het waardeloos licht. En ten tweede komt weinig licht uit. En dan wordt dat verkocht als halogeen vervanger. Ja, ik zie wel een ja knikken inderdaad, van komt bekend voor. Nou, dus we hadden daar een heel slecht gevoel over, weet je wat, wij publiceren die informatie, niet LED in het algemeen, hè, maar dit specifieke lampje. Nou, de hel barstte los, want heel veel leveranciers in Nederland hebben precies hetzelfde probleem. Die kopen een LED-lamp in, hebben zelf niet de meetapparatuur om dat door te meten, en die moeten we hopen dat het goed gaat. En vaak, ja, soms gaat het goed en soms gaat het niet goed, maar als het niet goed gaat, dan bouw je een slechte naam op. Als leverancier, dus heb je een probleem. Dus wij hoeven op een gegeven moment geen ledlampjes meer aan te schaffen en door te meten, maar ze begonnen gratis toe te sturen. Want ja, kun je ook niet doormeten. Nou, dan ging het zo hard, dacht van, nou, misschien moet er toch iets voor, misschien iets voor geld voor gaan vragen. Maar daar hebben we een ander model voor bedacht en dan zal ik daar ook uitleggen hoe het gaat. Maar zo zijn we grootschalig begonnen met ledlampen doormeten. En nou, hoe deden we dat? In eerste instantie hebben we een meetbestelling bedacht van, nou, hoe gaan we dat dan doen? Nou, een beetje een technisch verhaal, maar er is een buis en hier zit dan een sensor in. En hier hang je dan het lampje. En je wil dat onder verschillende hoeken kunnen laten draaien. En zo kan je zeg maar een lichtprofiel maken. En door een heel nauwkeurige meter aan de achterkant te hebben, kan je een beetje gevoel krijgen van hoeveel licht komt eruit. Nou, dat was een eerste aanzet. Ik dacht van ja, dat kan het wel beter. Marcel heeft daar heel veel tijd in gestoken. En toen hebben we de volgende opstelling bedacht. Een volledige robot. En die robot die is volledig geprogrammeerd met een computer. En die gaat als het ware als een soort bolbeweging maakt hij. Op een vaste positie zetten wij een meter. Om die idee te geven, zo'n meter kost 7000 euro, dus dat zijn niet de simpele metertjes die bij de gang haalt. Inmiddels hebben we voor 50.000 euro aan meetapparatuur, dus dat is enorm opgelopen. Maar we maken wel hele nauwkeurige metingen en wij zeggen, meten is beter. Je kan allerlei metingen hebben, maar meten is beter. Nou, en al die meetdata, die publiceren we al op internet. En dan komt het voorbij. En hier heb je wat voorbeelden. We hebben Albert Heijn, zijn we binnengewandeld, 100 watt gloeilamp, doorgemeten. En wat wij dan een heel belangrijk getal vinden, is het hoeveelheid lumen. Hoeveel licht hieruit komt per watt. Want dat is eigenlijk de efficiëntie van je lamp. He, dus hoe hoger dat getal, hoe beter je lamp, hoe duurzamer je lamp is.
En een ander aspect hierbij is van, als jouw lamp heel efficiënt is, oftewel een hoog lumen per wattal, dan wordt hij ook niet zo warm. En dat is weer een indicatie dat jouw lamp langer meegaat. Dus hè, dan is de levensduur hoog. Dus hoe hoger dat getal, hoe beter het is. Dus een heel mooi getalletje eigenlijk. En dat op onze website zie je zien dat al die meterporten zijn gesorteerd op lumen per watt. Hè, degene met hoogste lumen per watt, staan bovenaan. Nou, dan geeft het dus een goed gevoel van, oké, dan heb je een goede lamp. En daar zit een enorm verschil in. Dus niet alleen bij de gloeilampen en de ledlampen. Kijk, hier dit is een gloeilamp 15 lumen per watt. Een soortgelijke ledlamp 90, dat verschilt nogal hè. En hier de beste die doorgemeten is 105 lumen per watt. En dat zijn echte daadwerkelijke metingen. Hè. Dat zijn niet specs van fabrikanten. Echt gemeten, moet je voorstellen, die lamp draait eerst anderhalf uur zet hem aan. Zodat hij helemaal opgewarmd is, dat alle verliezen maximaal zijn, zeg maar. En dan meten we hem door. Precies volgens de norm. De volgende. Halogeen versus LED. De meeste mensen denken, oh, halogeen is veel beter dan gloeilampen. Gloeilampen zijn verboden, maar LED. Halogeen is goed. 6 lumen per watt. Dat is veel minder dan de gloeilampen. Dus besef maar heel weinig mensen. Hè. De meeste simpele, het zijn de simpele halogeenlampen, moet ik wel even zeggen. Die zijn veel minder efficiënt. Dat is echt bedroevend. Hoeveel licht eruit komt. Dus je bent daar gewoon een kacheltje heb je in je plafond hangen. Die toevallig een beetje licht heeft, maar het is geen licht gewonnen. En als je dan kijkt bijvoorbeeld Philips, hè, die heeft dan de meest recente halogeenlampen die een stuk efficiënter zijn. Dat scheelt al behoorlijk. Maar ja, als je dan naar de ledlamp kijkt hier, is dat toch aanzienlijk beter. Nou, meten is weten, dus wij publiceren al die data op de website. Nou, er zijn er heel veel. Hier staan er 900, ik denk inmiddels 1500 metingen staan. Allemaal online. En hoe doen we dat? De volgende. Hele technische meterporten. Nou, die vinden heel veel mensen vinden dat geweldig. Super gedetailleerd. Ik denk pagina 30 of zo per lamp. Om een idee te geven wat we doen. Eén lamp duurt ongeveer 6 uur om door te meten. Dat doen wij 3000 metingen aan één lamp. En dan weten we alle aspecten. Dus we meten de temperaturen, we meten het spectrum waar we vandaag straks over hadden. Want wat voor spectrum meten we met lamp? We meten alle precies door. Van alle lampen die we doen. Allerlei parameters die interessant zijn, kleur, temperatuur, lichtsterkte, hoe hard die knippert, hè, dat meten we ook door. Stralingshoek, het vermogen, de power factor waar we discussies over zijn. Nou, van alles. Maar, hartstikke interessant voor techneuten, maar voor een gemiddelde consument veel te ingewikkeld. Nou, daar hebben we dus ook te horen gekregen. Dacht van, ja, daar moeten we ook iets voor verzinnen. Dus toen heb ik het volgende bedacht. Een lampadvieswebsite. En, nou, wat wil je doen? Als consument zeg je van, nou, ik ben een particulier of een bedrijf. En ik wil een peertje vervangen, ik wil een spotlampje vervangen, of ik wil een TL vervangen. Simpel vragen. En daarna zeg je van, nou, een peertje is 40 watt. Nou, dus daar moet ik een soortgelijke lamp voor zoeken. Nou, wij weten hoeveel een 40 watt gloeilamp aan lumen geeft. Dus dan zoeken we inderdaad weer eens op een soortgelijke ledlamp die evenveel licht geeft. En zo met simpele vragen van, is het warm of koud? En wil je het laten dimmen, wil je dat niet laten dimmen? Uiteindelijk kom je dan bij de lamp terecht die wij echt doorgemeten hebben. En zo kan je dus appels met appels vergelijken. En als je op de volgende pagina kijkt. Dan krijg je zeg maar dat soort resultaten. Nou, je ziet dus, we sorteren ze op lumen per watt. Hè. Dus de meest efficiënte zijn bovenaan. Hier kan je het meetrapport induiken voor degenen die het echt geweldig vinden. Maar hier heb je zeg maar een soort samenvatting van de belangrijkste getalletjes. Maar nog leuker is, je kan ook gelijk naar de leverancier om daar te kijken van, hé, waar kan ik je eens halen? Dan kan IKEA dus ook weer staan. Daarbovenin staat 50 graden. Wat zeg je? Daarbovenin staat 50 graden. Oh, dus in dit geval is het een spotlampje. Dus die heeft een bepaalde hoek. Dus als je een hele smalle bundel hebt, heb je een hele kleine hoek. Deze bijvoorbeeld is een kleine hoek. En deze heeft een wat breder hoek, zeg maar. En dus als je bijvoorbeeld een halogeentje hebt, dan kan je vaak op zien van hoeveel graden het is. Dus zoek je dan een ledje met dezelfde hoeveelheid graden. Ja, maar dan let je toch inderdaad op de graden. Als hoek groot is, dan zal dat lumen dat zal minder zijn inderdaad. Nee, lumen zegt niks. Dat is totaal hoeveelheid licht. Ja, dat weet ik. Maar lux is... Nee, maar lux doe je dan eigenlijk. Oké. Concentratie daarop. Ja, lux wel, ja, klopt. Je moet zelf ook kijken van, goh, wat voor uitstraling heeft het licht natuurlijk. Ja, maar als je zelf wat je wil een halogeentje vervangen en daar is 30 graden, dan kies je ook voor een led met 30 graden en dan zit een goede plek in. Oh. Ja, dat is in ieder geval de tip die je dan kan meenemen. Hoe zie je nou aan je lampje wat voor graden dat heeft? Op dezelfde doosje, ja. Ja, doosje zit de vraag in oh, ja, ik ben wel zeggen, hoe kan je zien hoeveel graden een lampje heeft, een staatlampje? Nou, op een doosje staat het vaak wel. Op doosje zit er niet meer omheen. Oké. Okay. Ja, dat is een goede vraag. Misschien staat het op lampje, denk ik niet, hè? Nee, dan moet je toch echt wel een doosje hebben, denk ik. Ja, om een beetje inschatten, hè? Dan, 70 jaar bewaren. Bij een halogeen lastig. Ja. Nou, Marcel, misschien kan je iets zeggen over de meest gangbare hoeken. Nou.
Zeg maar. Gewoon okay, dan. Nou, dat kan ik wel zeggen. Je hebt gloeilampen, die stralen rondom. Je hebt die halogeenlampen daar, die stralen gericht. En en dan heb je TL-buizen stralen rondom. En in een bak, dan stralen ze ook weer gericht. Dus er zijn wel een paar leidraden die je kunt gebruiken. Als je een halogeenlampje hebt, dat is gericht licht, voor schilderijtjes aan te lichten, of een sfeerverlichting, of een accentverlichting te maken. 30 tot 40 graden is normaliter de hoek. Ja? En een gloeilamp, die staat rondom, dus dan zit je op de 280 graden. Maar ja, dat is ook meer voor een heel ander lichtbeeld. En een TL-buis in een bak, zoals deze, ongeveer 120 graden. Dus dat zijn de normale dingen. Als wij dus vragen krijgen op die website, waarin je zegt van, goh, we willen een halogeenlampje vervangen, een schotje, dan gaan wij zoeken in de database naar ledlampen die tussen de 30 en de 40 graden zitten. Ja? Er zijn best heel andere type lampen nog te vinden die een 60 graden bundel hebben. Dat zijn dan meestal niet de gewone halogeentjes, maar dat zijn dan met een toch iets andere vormfactor, een stuk groter zijn ze dan. Daar hebben wij ons programma nog even niet op aangepast, zodat we daar ook naar zoeken. Maar goed, dat zijn nog allemaal uitbreidingen die kunnen komen. Nou, je vindt ze wel in de Metroport, maar nog niet in deze makkelijke zoekmachine, zo maar zeggen. Voor de consument. Ik heb een vraagje. Ik weet niet of die foto kent van Ruud Koornstra met zijn tunnelbuizen. Dat is aan LED gehangen. Ja? En iedereen zag van dat was veel beter. En toch de testrapport zei nee, dat klopte niet, want ze gaven minder luxe en het licht wat minder. Dus ik zie die meneer al de voorlopen hier, die gaat er straks alles over vertellen. Oh, okay. Klopt dat? Oké. Okay. Ja? Ja, dus het precies de SP-factor. Dat was ook deze waarde, zeg ja. En dat speel jij nou ook mee. Ja, dat heeft met de SP-factor te maken. En ik denk dat dat jouw prestatie is, of niet? Toch? Ja, ja? Ja. Okay. Maar heel interessant aspect. En dat meten wij trouwens ook door. Dus dat klopt helemaal. Dus sommige lampen doen het in een nachtsituatie veel beter dan je via traditionele meetmethodes zou verwachten. Maar wij meten dat ook. En dat kan soms wel een factor 6 schelen als het niet meer is. Ik had een keer veel bakken opgehangen, zeg maar, in een loods. En die zou dan een hele hoge lichtopbrengst hebben. En dan vooral vanwege de koffer die er overheen ging. Uiteindelijk hebben we dat maar eraf gehaald, want we konden geen bal meer zien. En zonder die dingen erop gaven ze voor ons idee veel meer licht. Terwijl de testrapport zou aangeven dat al die hoes die er overheen zat, die bakken er overheen zaten, dat die juist zorgden voor extra lichtopbrengst. Ja, nou wat wij doen, wij hebben altijd de totaalmeting, de systeemmeting. Ja. Dus dat is wel een beetje bedrieglijk. Sommige leveranciers die pakken bijvoorbeeld een kale TL en die meten dan het licht van een hele kale TL. Maar ja, niemand heeft een kale TL op deze hoogte in de kamer hangen. Ja. Meestal zitten ze in een armatuur. Ja. Dus je moet dus ook de armatuurverliezen meenemen. En als je dan een cover hebt die het licht minder verblindend maakt, dan moet je dat ook meenemen. Ja. Wij meten het allemaal door. Dus het is in principe de totale systeemmeting die we doen. Dus de getallen die je ziet, is ook precies het licht wat er helemaal uitkomt. Dat zijn niet de theoretische getallen die je vaak vooral marketinginformatie tegenkomt. En dan zijn ze ook nog een keer vergeten om de balans mee te nemen, want dan zit ook wat verlies in. Ach ja, dat kun je ook wel vergeten. Dus nee, we meten alles door. Dus ook de drivers, de belasten, alles meten we door. En, en zo kunnen we natuurlijk appels met appels vergelijken. En dat is heel belangrijk. Ja, oké. Oh, ja, dag. Wie zijn jullie klanten? Van alles eigenlijk. Heel veel leveranciers. De vraag is van wie zijn onze klanten? onze klanten zijn heel veel leveranciers in Nederland. Varieert van kleine webshopjes tot en met hele grote bedrijven. Die bij ons laten doormeten. En je moet voorstellen, ik zal geen namen noemen, maar er zijn ook partijen tussen die laten eerst het hele assortiment doormeten. En op basis van de werkelijke, daadwerkelijke prestaties besluiten van, oké, die lamp gaan we wel in ons assortiment opnemen en deze niet. Want we willen gewoon een goede naam houden. We zijn in Nederland begonnen. Inmiddels is onze website ook in Engels en in Spaans. Dus we krijgen ook internationale klanten. We hebben klanten uit Korea, we hebben ze uit Finland. Ze komen eigenlijk overal vandaan. En ze vinden ons gewoon. De reden is, wij publiceren alles op internet. En dat geeft gewoon heel veel bekendheid. Binnenkort zitten we in Kassa Groen bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft, niet dat wij ze zelf opzoeken, ze vinden onszelf. Dus dat is wel het grappige van dit verhaal. Omdat wij zoveel transparant zijn, wij zeggen ook precies hoe we meten. Ook alle techniek erachter, heel veel techneuten vinden het geweldig. Scholen benaderen ons. En ook voor de consument willen we het simpeler maken. Daarom hebben we die advieswebsite gemaakt. We verkopen ook niks, hè. Want ja, als je iets verkoopt, dan kan je per definitie niet meer onafhankelijk zijn. Dus we willen juist die informatie vrijgeven, zeg maar.
En om daarmee een transparantere lichtmarkt te krijgen, dat de consument niet hetzelfde effect krijgt als toen de tijd met de spaarlampen. Want de eerste spaarlampen, die gaven ook een beetje een slecht effect. En mensen daar een heel slechte smaak aan overhouden. Dat is gevolg van, spaarlampen is niks. Maar ja, tegenwoordig doen spaarlampen best goed. Maar dan heb je weer met LED weer een nieuwe fase in, zeg maar. En je hebt daar de hele goede, hoogwaardige LED-producten zitten erin. Maar je hebt ook de Chinese vreugblazen tussen zitten. En het probleem is, als je lampjes aan elkaar hebt, je ziet geen verschil. Je ziet er fysiek hetzelfde uit. Dan zijn ze oké, meters weten. En dan komen op een gegeven moment de waarheid van eigen naar boven. Omdat wij het allemaal publiceren, dat geeft heel veel bekendheid. Ja? Oké, nou behalve de LED-lampen doen wij veel meer op de website. We hebben echt honderden artikelen op staan. Die gaan over zonne-energie, windenergie, over warmtepompen. Hoe je huis kan verwarmen zonder gas. Energiebesparingstips, elektrische auto's, LED-lampen. We hebben dus die Omvang Lampadvies-website. Die kan je ook vanaf op de site vinden. En we hebben meer dan 50.000 bezoekers per maand. En daar staan we nummer 1 ook in Top Solar bovenaan. Dus daar zijn we best trots op. Dit is de website www.olienol.org. Kan je gewoon bezoeken. En op de volgende pagina. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die nog willen bijdragen. We hebben ongeveer 150 vrijwilligers in ons netwerk die artikelen schrijven. En dat kan van alles zijn. Hè? Mensen die heel veel kennis hebben van een bepaald duurzaam onderwerp. Of die net zonnepanelen zelf neergelegd hebben en enthousiast over zijn. En misschien tips willen delen wat je wel en niet wil doen. Die bijvoorbeeld een elektrische auto wil aanschaffen of wel aangeschaft hebben. Dus dat kan van alles zijn. Allerlei onderwerpen. En de grap is, omdat heel veel verschillende mensen met verschillende type kennis bij ons schrijven, is er voor elk wat wils. Je hebt dus hele technische artikelen, maar je hebt gewoon puur ook ervaringsartikelen van, oh, is dat zo simpel, zo simpel heel? Ah, dan kan ik het ook. Snap je? Dus dat kan dus ook weer mensen inspireren om dingen te doen. Als je zelf wil bijdragen, heel graag. We zoeken ook nog heel veel vertalers, want we hebben heel veel Nederlandse artikelen. En die willen we ook graag in het Engels vertellen om ook weer, zeg maar, uit te dragen de missie die we hebben, duurzaamheid. En hoe meer mensen in de wereld ervan bekend worden, hoe beter. Dus dat was wat ik wilde vertellen. Ja, dank voor de applaus.